beetje spreekt van geleide loonpolitiek. Het was in feite zo dat aan het eind van die periode er een zeer krappe arbeidsmarkt was op verschillende plaatsen. Er was bijna volledige werkgelegenheid. Dus die hele lange naoorlogse boomperiode geweest. En werkgevers gingen ertoe over op verschillende plaatsen om zwarte lonen te betalen, om arbeiders aan zich te binden. Want ze zaten ze bijna van elkaar weg te roven. En de vakbonden die liepen daar rond, de vakbondsofficials, als een soort loonpolitie van hé, dat mag niet, wij hebben in de CAO afgesproken dat het zo is. En er mag hier niet meer verdiend worden. Nou, je hebt toen een golf van wilde stakingen gehad in die periode. En dat heeft ertoe geleid tot de beroemde loonexplosie midden jaren 60. Waardoor eigenlijk de welvaartsstaat, waar we het niet zo vaak over hebben, voor de arbeiders een beetje werkelijkheid begon terug te worden, want dat wordt vaak vergeten, maar dat is pas helemaal aan het eind van de lange boom gekomen, dat de arbeiderslonen een beetje omhoog gingen, waardoor het de eerste televisie zwart-wit en het eerste koelkast en dat het brommertje verruild kon worden voor een klein autootje, dat is echt pas in die tijd ontstaan. Dus die rol van integratie die kan heel erg ver gaan. Het is toen door wilde stakingen in eerste instantie geweest dat daar doorheen gebroken werd. En dat luidde wel in, en ook de hele internationale context, mei 68 in Frankrijk en zijn doorwerking daarvan, dat dan in de jaren 70 een hele periode van verhoogde strijd ontstaat, waar ik het al even over gehad heb. En dan zie je dat aan de basis van de vakbeweging wordt dan een soort antwoord gevonden in de vorm van bedrijfsledengroepen, waarin de zelfactiviteit van arbeiderskaders in de bedrijven tot uiting kan komen, maar in een model wat nog steeds door de top beheersbaar bleef. Het is natuurlijk een hele interessante tijd geweest, want die bedrijfsledengroepen, dat heeft echt een beweging gevormd die voortdurend verder gingen dan in hun eigen dynamiek, dan wat de top toestond. En er was wel degelijk een onderstroom van maatschappijkritiek, we zouden niet zeggen systeemkritiek, die dan ook wel in zo'n programma tot uiting. Nu, de politiek van de bourgeoisie is nooit alleen maar op integratie gericht. Ja, nu zal ik het wel heel goed in mijn oren knopen. Het is altijd een combinatie van integratie en confrontatie. Dat kan ook heel goed samengaan. Dat zie je aan het eind van de jaren 70, met name als de golf van strijdbaarheid begint weg te ebben en de crisis steeds verder zijn tol eist en daardoor de arbeiders ook in een defensievere situatie terechtkomen, dan zie je dus eigenlijk dat de bondsbureaucratie bereid is om steeds meer concessies te doen en in feite de medeverantwoordelijkheid voor de crisis volledig op te nemen, dan zie je nog wel dat er aan de basis nog steeds strijdwil is. Dat leidt ook nog tot zeer radicale acties die deels ook als wilde staking zijn verlopen omdat de bond het niet meer steunt. Je ziet dat in Nederland bij de havenstaking van 79, en dan zie je dus ook dat daar de confrontatie tot uiting komt. Dus daar waar dat mogelijk is, worden zulke stakingen ook echt neergeslagen. En als voorbeeld
gesteld aan de rest van, kijk jongens, als jullie buiten het kader gaan, wat jullie eigen leiding jullie stellen, dan gebeurt er dit met je, want dat kunnen we op dit moment, het is crisis, dat kunnen we echt niet hebben. En jullie hebben je laten opstoken door linkse elementen enzovoort. Afijn, dan krijg je die hele riedel en dan krijg je dus de specifieke combinatie van het werkelijk repressie tegen radicale acties van onderop, met tegelijkertijd een integratie van de top van de vakbeweging in overleg en wat is meer. Dus dat is eigenlijk de afsluiting van de periode geweest. En je kunt zeggen dat de FNV, die zoals we die nu kennen, is echt een product van precies dit punt uit de geschiedenis. De FNV is toen ontstaan als een soort fusie van toppen. Hè, maar daar zie je ook aan dat is echt een laag van uitsluitend bezoldigden, waar geen kaderlid meer aan te pas komt, waar geen vakbondslid nog meer iets over te zeggen heeft. De democratie, voor zover die er is binnen bonden, houdt op bij de eigen bondsraden en de eigen bondsbesturen, maar het federatieniveau van de vakvereniging, dat is alleen maar een kwestie van voorzitters van bonden. En dat is dus eigenlijk de situatie waar we nog steeds mee geconfronteerd worden en die dan zo geroemd werd als deel uitmakend van dat beroemde poldermodel. Nou, ik moet nu afronden en ik wou nog iets zeggen van hoe gaat dat nu verder. Kijk, we gaan een nieuwe cyclus in. En je ziet dat al overal in Europa, we kunnen daar kort over zijn, er wordt een frontale aanval, wordt er ingezet en ook het kabinet Rutte draait zich warm. De vakbondstop droomt ervan dat ze de rol van Wim Kok zal kunnen vervullen. En Agnes Jongerius droomt van dezelfde carrière als Wim Kok. Vergeet daarbij dat de rol die Wim Kok gespeeld heeft voor het kapitaal wel degelijk er een geweest is van indammen van arbeidsstrijd. Daarom was hij zo bruikbaar en daarom is de heersende klasse in Nederland hem zo dankbaar geweest en is hij daar zo rijkelijk voor beloond. Op dit moment doet zich voor de FNV een heel ander probleem voor, namelijk dat ze gewoon voorbijgelopen wordt. Ja, Agnes die denkt wel dat ze een hele machtige vrouw is, maar op het ogenblik, het gaat helemaal maar nergens over, maar straks dan komt Rutte met zijn plan en dan denken ze dat ze aan kunnen schrijven. Ze zouden wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Het lijkt er dus op dat in Nederland de hele zaak bevroren is en dat wordt dan gerationaliseerd van ja, maar onze traditie en wij doen dat niet en die stomme Fransen die snappen het niet en het is dan niet de tijd voor actie enzovoort. Het zou wel eens kunnen zijn dat we vrij snel in Nederland te maken krijgen met een demaske, dat die hele illusie doorgeprikt wordt en je ziet al in alle poriën, zie je op dit moment het verzet al komen. We hoeven er echt niet aan te twijfelen. Of we krijgen een periode van massaal verzet. Als er 100.000 mensen al komen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de kunst. Als je nu het studentenverzet ziet, als je ook ziet hoe makkelijk daar de leuzen en de strijdmethode van die elders in Europa gebruikt wordt, al overgenomen wordt. Als je ziet dat er op sectorniveau al enorm veel respons was, overal daar waar strijd serieus georganiseerd wordt, zoals de organizers hebben gedaan met de schoonmakers, is de respons
groter dan verwacht. Je ziet het nu ook bij de TNT, waar voortdurend de mensen aan de basis de onderhandelaars terugsturen naar de tafel en zeggen nee, er zit nog wel degelijk meer in. Als je dat allemaal ziet, dan hoeft het geen twijfel te hebben of we krijgen in Nederland, krijgen we als Rutte eenmaal zijn plannen ontvouwd het komend voorjaar, krijgen we een enorme verzetbeweging of dat door de top van de bonden alleen maar opgeroepen zal worden om in het plusje gehezen te worden en te kunnen gaan onderhandelen of dat het vanuit de basis zelf al zal opborrelen. Zullen we wel zien. Ik hoop dat dat laatste meer het geval is dan in 2004. Maar één ding is zeker, voor socialisten in de vakbeweging wordt de komende tijd een hele belangrijke en boeiende tijd. De arbeidersklasse als geheel gaat zeer leerzame jaren tegemoet. Daar wil ik het dan maar even bij laten.